Hallo allemaal, welkom weer terug bij een nieuwe video van Smai. Dit keer spelen we Conquest. Natuurlijk, zoals we weten in de God Reveal, is Ravana OP. Eigenlijk niet. Gaan we hem dus spelen op de solo lane en waarschijnlijk zitten we tegen een Chang'e. Het lijkt me raar dat Chang'e opeens jungle is, dus ik gok dat ze solo is. En vandaag zit ik in de Carlin met Koetje! Hallo! En Pepean! Hallo Josh. En zoals je ziet, ik heb hier een paar builds zitten testen en daarom staan hier een aantal items die ik wou testen. Soul Eater is echt heel chill op hem bijvoorbeeld. Transcendence is niet fijn. Het is echt, mijn gevoel gaat uit naar de attack speed Ravana dan naar de power Ravana. Ook al lijken zijn abilities zo erg daarop. Het werkt gewoon niet, vind ik. Ik ga denk ik een rush doen op Mystical Mail. Want YOLO. Want ik wil heel graag dingen op Life Complete. Mm-hmm. Maar weet iemand hoe ik die health bar boven mijn kop kan weghalen? Want hij begint nou eigenlijk toch irritant te worden. En ik kijk er eigenlijk nooit naar. Dus, heb je een health bar boven je hoofd? Ja, dat is instelling. Ik heb hem al weg. Mooi. Nee, want... daardoor ben ik wel een aantal keer dood gegaan. Oeps, verkeerde kant op. Owen? Ja? Doe ik ze op F8? Hoeveel FPS heb jij op het moment? Nieuwsgierigheid heerst. 150. Jezus. Damn, son. Sorry. Ik kom maar net bij de 100. En ik ben nog zelfs aan het opnemen. Oh! Nee, maar het is op... Ik zie de Golden Fury vliegen. Zo, mooi. Ik kan het niet zien. Springen hoger! Oh! Oké. Geef mij een lijstje alsjeblieft. Sorry, was ik even vergeten, ja. Welke starter item heb je? Goed zo, Koentje! Ja, ja. Krak! Wat bij Ravana solo is, heb ik geleerd, je kunt wel je 3 doen en dat lijkt heel goed te zijn. Je 1, bedoel ik, daarmee. Ravana kant. Lijkt heel goed om je 1 te doen, maar het is echt je 3 die de meeste power heeft. Gewoon, die geeft je het meeste namelijk. We zijn alleen wel heel veel laning face, we hebben Nilla Wave namelijk verloren. Nou, maar het is alsnog zonde. Oh, die van ons zijn er nog niet. Oh, zo. Ares is bijna dood. Zo! Nee! Oh, je liet me bijna dood gaan. Oh. Oh, rustig aan, jongen. Ja! Netjes! Oké, pak de hele wave en ik ga recallen. Hoppakee! Dit is how we roll. Hey koetje. Oké, ik ga midganken en dan ga ik hem helemaal kapot maken. Zo, hij begint nou al agressief te worden, hè, die jongen. Maar greedy spelen is leuk. Ja, maar dat is gewoon Thanatos. Ik weet altijd nog de opname, dat ik van, ja, dat is natuurlijk andere meta alsnog. Maar dan ging ik echt gewoon letterlijk van solo, hoppakee, naar mid, naar AD Carry, van AD Carry weer naar mid en dan weer naar solo. Oh, dat was zo leuk, die opnames. Maar die stond... Ja? Zeg maar. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar dat is gewoon zo genius, dat je dus zo met Thanatos begin game kan. Kut. Oh, sorry. Oh ja, maar ik deed met de solo. Oh, fijn. Solo? Gewoon heel opnieuw ganken bedoel je? Nee. Ik was solo. Oh, oké. Okay. Oh, Thanatos solo. Oeh, netjes. Nee, geen Thanatos solo. Nou, hij heeft per ongeluk mijn verkeerde ability gemasterd. Lekker handig van me. Oh, hier ben je. Hallo. Wauw, ik heb ze hier bijna allemaal dood. Met een paar shots. Oh, wauw. Ik ben eigenlijk best wel stom bezig, zie ik nou pas te beseffen. Ik wil niet... Oh, fijn. Zit je nou achterna, heel gek? Kut, ook Wang zit hier ergens, maar ik weet niet waar hij is. Het probleem is dus dat ik het verkeerde starter item heb gekocht. Of Oh, kijk uit, achter je! Oh, echt? For real. Attack hem! Ja. Laat maar. Kijk maar
nooit lukken met mij. Ja, bij mij ook. Ik zei toch retreat? Oh, nee, wacht, dat zei ik helemaal niet. Nee. Dat maakt niet uit, ik zei toch retreat? Ik mis echt alles. Kom maar, oh kut, ik moet echt gaan rennen hier. Nee joh, je meent het. Ik ga hier gewoon dood. What the fuck, man? Ja, ik... Ik wil kijken, want ik kan die Chang'e pakken in touw, want zij wordt nou heel erg greedy. Omdat ze weet dat ze mij kan pakken. Maar zij doet nog niet genoeg damage om mij te doden. Ja, je kan een double kill maken, man. Je kan een triple kill maken. Dus ze gaat wachten op de wave. En dan gaat ze mij aanvallen met waarschijnlijk als eerste haar first ability. Dan moet ik me juken met mijn 2. Zodat zij wordt getankt door de tower ulten. Zodat ze minder damage doet. En dan kan ik haar pakken. Maar ik mag niet onder de tower weg. En ik heb een groot probleem als... Oh, ik heb een groot probleem als Alquan hier komt. Maar ik heb het gevoel dat hij niet zomaar komt. Nee. Nou, ik had een double kill. Daar ben ik pittig blij mee in early game. Hoewel niet heel veel. Nee, maar ik heb. Tenminste, ik. Ja. Maar ik snap het. Ik heb het gelukkig overleefd. Ja, daarom. Nou, ik ging eerst voor. Hoe heet die? Zo. Afvang en toen voor. Nou kan ik weg. Ik doe eerst even de right jungle room. En dan kom ik naar de. Oh, oké, netjes. Ik had beter, het is namelijk de regel om, ja, niet letterlijk natuurlijk, want je hebt natuurlijk ook soms dat je YOLO kan gaan of anders kan gaan. Je kunt ook als gewoon begin item Frostbound Hammer gebruiken op een werkt heel geweldig. Ik wil nou kijken, het probleem is bij Ravana de Wave Clear heel erg, natuurlijk. Omdat je 1 is eigenlijk je main ability. Ja, nee, ik ben dood jongens, sorry. Wacht, nog 1 seconde, kom op. Ja, hé, gaat hij me ulten? Meen je deze? That's too bad. Ik was net te laat, sorry man. Maakt niet uit. Opzee. Ben je echt met z'n vieren, man? Niet normaal. Ja, ik weet niet waarom ze alleen mijn lane moeten hebben. Maar ik kan ze niet in mijn eentje defenden. Nee, dat snap ik ook nog. Weet ik, gap gaat er al van. Dan ga ik gewoon mid-camp doen, shit. Damn. Fuck off, Janis. Damn. On my way, Koen. Ga ik proberen. Kijk die focus. Elfman, jongen. Echt? Ja. Nee, niet jij. Er bijna. Fuck off, mate. Ik was net te laat. Mooi. Nou gaat ze ook... Nou... Die andere kan ik nooit meer saven. Hij saved zichzelf wel. Nee. Damn, ik kan niet bij met mijn ult. Pak hem. Oh wow, 2 ults. Netjes. Nou, het gaat goed, jongens. Pak de laatste. Zeker. Eerste keer Anur. Nee, niet echt de eerste keer, maar wel met Conquest. Ja. Het gaat lekker. Dus. Lekker. Thank you. You're welcome. Ik ga even snel een extra manapot inzetten, gewoon omdat ik de wave moet clearen. Ah jammer, gaat ze nou al weg? Owen, vertel eens eventjes over je nieuwe microfoon. Ja. Ja, ik heb een nieuwe microfoon, ja. Omdat de oude is... Dat is van Fabian. Helemaal blij. Ik heb hem aangeraden, jongen. Oh! Nee, stout. Oh. Nee, mag wel hoor. Nee, het is de Razer Kraken Pro Chroma 7.1. Met kleurtjes.
Met hele mooie kle... Oh, achter je, jongen. Oh, fuck off. Fuck off. Ik zweer het. Ga weg. Ga weg! Mag ik iets aanraden? Mag ik misschien hulp van één iemand? Les? Ik had hem meteen eventjes gecomplete. Inclusief Janus. Ja, dacht ik al. Sorry, man. Maakt niet uit. Wel jammer dat hij niet, dat Cap niet gewoon bijvoorbeeld een Athena is die dan gewoon shield kan gebruiken. Nee, maar Ravana om de mensen een beetje, want ik ben namelijk een beetje aan het spelen, omdat ik hem echt een hele leuke warrior vind in dat opzicht. Als je Ravana solo speelt, moet je officieel je 3 levelen, omdat het de beste wave clear geeft en het is in begin game de best damage doende ability. Gewoon makkelijk te raken en dat soort dingen. Oké. Okay. Niet andere dingen? Ja, even. Hey, wat doe jij nou? Hoeveel kan ik wel niet mis op hem? Maar, nou, jij gaat gewoon kut. Ik heb hem niet geneukt. Oh, verpest. Nee, het is heel belangrijk. Het enige wat bij Chang'e het probleem gaat worden, is haar ult. Die doet heel veel damage. Oftewel, ik moet gaan voorspellen wanneer ze haar ult gaat doen. Dus je moet een beetje de toekomst zien bij hem. Want... Ik kan het wel voor jullie even openen, want het is het makkelijkste. Je ziet hier, het doet een beetje damage, maar vooral die damage reduction is heel belangrijk. 45% momenteel op rank 2. Dat is echt heel belangrijk. Dus oftewel, als je zo'n fight ingaat, dan moet je weten van, oké, wanneer gaat die ult gecast worden of wanneer wordt de meest damage doende ability gecast. Dat moet je gewoon weten. Dan kun je van die makkelijk winnen, anders is het gewoon een stuk moeilijker. Heel simpel. En natuurlijk, in deze situatie, ik had even niet goed opgelet. Ik zei het wel, I know, van Chang'e zit tegen. Ik had beter stun of guy kunnen krijgen, had ik een betere sustain gehad, had ik beter kunnen carry op mijn lane. Gank. Ja, held. Oh, jij gank? Ja. Yeah. Kijk, ult hem. Damn, too bad. Chase enemy. Oké, ik ga zo. Oké, ik ben ook dat. Jammer. Nee, ik kan ramen niet meer aan, helaas. Netjes. Lol, hij plaatste net support, maar hij was net te laat. Hij ging er net. Waardoor ik hem kon killen. Nee, maar ik had officieel die Chang'e beter kunnen pakken of vaak kunnen doden als ik een rush had gedaan op Stone of Gaia in plaats van Mystical Mail. Maar op zich die Mystical Mail, dat is echt wel aangeraden op hem. Hij is wel een van de warriors die er echt wel wilt, voel ik het wel. Lol, ik pak gewoon al die buffs van hen. Ja, maar dat is je doel. Ik zie ook Kwang niet eens rondlopen, man. Nee, ik had wel dan hem net gekild. Owen en ik. Het enige wat ik wel ga doen, ik verlies heel veel farm van mijn lane. Maar dat maakt niet veel uit. Shit, ik heb geen mana pots meer. Dat is pittig, jongen. Ik loop heel even naar jou toe, want er zit een hele boze meneer achter. Welke meneer? Arus. Oh, hij is al weg, laat maar. Waarschijnlijk is hij nu niet daar. Ja, ik zie hem hier. Wat een slechte ganker. Snap je? Oh nee! Hij wou zo kijken of ik er was. Nou, ik ben hier. Had hij kijken om het hoekje. Oké. En je zag dus zijn boze hoofd. Ja. De Aokwan ult is nog steeds up, by the way. Dat is vaak bij Aokwan. Mensen verwachten als er een gank eerder is geweest, heb ik wel eens gehad, dat sommige Aokwan zo meteen ult, maar je hoeft dat niet altijd te doen. En daarom zeg ik nu ook momenteel van dat hij niet op is gegaan, zodat bijvoorbeeld als Aokwan gaat naar het minimosje toe gaat, dus Fabian,
dat Fabian weet van, hey, die ult is nog up. Oftewel, ik ben een goede lul. Hey, dat rijmt. Sorry. Moest lachen. Okay. Valt hem niet. Ik weet niet wat rijmt. Help! Kan ik ult of vape? Sure. Wie zou ik doen? Oh wacht, ik zie hele lowe mensen. Ik ga ze even pakken. Ja? Ga nou! Hij zat in de lore. Oké, okay, bye. Wie is weg? Ares. Beter. Lekker! Okay. Oh, die zag je niet aankomen, sorry vape. Nee, ik ook niet. Ik kan er niet bij. Je weet het wel te hard. Kut. Oh, ik heb zijn ult gejuked! Ik heb zijn ult gejuked met mijn ult. Oh, wauw. Ik voel me pro. Of was het mijn twee? Nou ben ik even helemaal in de war. Oeps. Volgens mij was het mijn eigen ult. Ja, Koen, ik weet niet voor wie die is, maar niemand kan die oppakken. Oh, sorry. Shit. Nou, ik zit alleen te denken aan die XP, sorry. Kan ja, beter. Ik pak straks wel die van de enemy voor je. Ik dacht dat ik heb hem even. Misschien haal ik het net, maar ik denk het niet. Nee. Pech hem mee. Dat je ervoor staat en dat hij weggaat, zo is gewoon. Ik denk het ook. Kijk uit. Volgens mij ging ik in de jungle in. Dan pak ik die damage buff wel. Kun jij left ganken? Left gank. Oh, wat? Ja. Ik had beter even snel mijn execution kunnen pakken. Omdat ik tegen Chang'e zit. Jouw lane wel hard, man. Ja, maar ik ben meer van mijn lane af. Dus ik maak me niet zoveel zorgen om mijn lane. Als andere lanes maar momenteel winnen. Daar hoop ik op, momenteel. Dom. Heel dom. Van mij of? Lekker fake. Ja, lekker. Ja, toch nog een win-win situatie. Een geluk bij een ongeluk. Maakt een fout. Ja, ik maak ook een foutje, zag je dat? Ik ook. Laat die toren voor mijn bakkes. Oh, help mid. Anur in de problemen. Ultimate incoming, ik fuck hun. Thanatos op je mail, bro. Ah, fuck. Krakaka. Nice. Oh, oké. Okay. Nou. Bang om dood te gaan, maar sure. Nou, we hebben wel 5 op 2 gedaan. Dus netjes. Ik ging 7 op 4. Jee. Nou, ik vond het heel leuk, maar kort, heel kort potje. Heel kort potje. Het is fucking 15 minuten. Nou, vond ze. Voor een conquest. Voor een conquest. Het was een volwaardige game, ook al was er een DC, helaas. Oh, echt? Ja, ze hadden uiteindelijk een DC. Nee, jammer. Sorry voor de DC. Nou ja, GG, well played. Dankjewel weer voor het meedoen, jongens. En natuurlijk jullie weer voor het kijken. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer als je het natuurlijk nog niet hebt gedaan. Check even de social media in de beschrijving. En dan hoop ik jou weer de volgende keer te zien. Oh ja, en natuurlijk niet vergeten om in die reacties jouw god hier graag wil zien in Conquest of welke andere game mode jij wilt zien. Want dan kan ik hem eventueel doen. Dus, tot ziens. Later.